Kerst is het feest van licht. Het is het feest van iets nieuws. Het is het feest dat je stimuleert om niet op te geven. En dankzij dus de vele zegeningen die we krijgen, op kerst krijg je extra de zegeningen. En iedereen kan ze gebruiken om het nieuwe jaar met heel veel, laten we zeggen, spirit en heel veel durf, heel veel moed het nieuwe jaar in te gaan. En wat ik wens voor de hele samenleving, en zeker in het bijzonder voor mijn familie, de onderwijsfamilie, wat ik wens is dat we durven het accent te leggen op het goede en minder op het negatieve. Het negatieve komt vanzelf. Wij moeten proberen vast te houden aan dat goede, omdat het goede ons stimuleert om goede dingen te doen. En als we dat met z'n allen doen, denk ik dat we een fantastisch 2022 zullen hebben.